Want hij is weer terug in Nederland, de meest besproken wielrenner van de afgelopen 3 weken. Steven Kruiswijk uit Nuenen. En vanmiddag kwam hij met zijn ploeg aan op Schiphol. Lange tijd had Van Kruiswijk zicht op de eindoverwinning in de Giro. Maar hij werd door een harde val vierde. Tientallen fans stonden hem vanmiddag op te wachten om hem toch te feliciteren met zijn goede prestatie. En daar was ook bij onze verslaggever Joost van Erp. Ja, was het een mooie ontvangst? Het was geen heldenontvangst, maar wel een mooie ontvangst. Ja, hij werd dus vierde in de Giro, Steven Kruiswijk. Als hij met die roze trui naar Amsterdam was gekomen, was waarschijnlijk nog veel en veel drukker geweest. Het was al een heel mooie ontvangst hier vanmiddag voor de Brabantse wielrenner. En de fans, ja, die zijn ondanks die vierde plek en dus niet de overwinning, ze zijn nog altijd lovend over hem. Ik denk wel dat je moet laten zien dat we met z'n allen daarna gekeken hebben en dat gewaardeerd hebben. Maar hij komt wel hoor. Ja. Want ze zijn bang voor hem. Dat kan je van mij aannemen. Ja. Ik vind dat heel erg knap. Ik had het niet verwacht. Het is een hele sterke renner. Zelfs doet hij ook verdriet. Zo goed gefietst, zo goed zijn best gedaan. En dan door zo'n klein pechongevalletje gelijk, ik snap nou wel dat hij heel veel in zijn hart pijn heeft, hoor. Echt. Want dat had hij niet verwacht. Iedereen had verwacht, nou, die laatste dagen. Dat redt hij ook wel. Ja, onwijs trots zijn ze op die Bikkel. Ja, hoe is het met die Bikkel zelf? Heeft hij daar iets meegekregen van al die heisa in Nederland? Nou, je moet je voorstellen dat zo'n wielrenner echt wordt afgeschermd van de buitenwereld. Die gaat na zijn koers naar zijn hotel. Natuurlijk zal hij zijn telefoon checken en social media checken. Maar wat er nou echt in Nederland gebeurt, ja, dat krijgt zo'n jongen gewoon niet mee. Dus voor hem was het een mooie ontvangst hier in Amsterdam. Ik hoorde wel goede verhalen dat het wat los had gemaakt, mijn Giro. En nou goed, het is dan een leuke ontvangst nog, ja. Blij dat je weer terug bent in Nederland. Ik was nu al redelijk klaar. Ik was gisteren echt vermoeid en het beste was er wel af. En nu moet ik even echt goed herstellen en weer uitrusten. Ja, uitrusten, dat wilde hij graag, snappen we. Maar ja, hij moet ook naar de toekomst kijken, want eind van het jaar loopt zijn contract af. Wat denk je? Gaat hij blijven bij zijn team? Nou, hij heeft nu natuurlijk een hele goede onderhandelingspositie, Steven Kruiswijk. Want ja, de kenners kenden natuurlijk al 3 weken geleden voordat de Giro begon. Maar ja, het grote publiek wist misschien nog niet wie Steven Kruiswijk was. Nou, inmiddels is wel bekend wie de man uit Nuenen is. Kruiswijk is gewoon een bekende Nederlander geworden. Dus is er werk aan de winkel ook voor de teammanager van Lotto Jumbo, de ploeg voor die nu rijdt. Want zij willen hem natuurlijk graag behouden. En dit zegt daar de teammanager Richard Plug over. In de winter zeg maar, wilden we hem al verlengen. Maar goed, dat hebben we niet. Dat is uitgesteld tot nu, tot na de Giro. Dus we gaan nu eens met elkaar praten. Moet je ergens een konijn het ook goed toveren om dat voor elkaar te krijgen? Of denk je dat hij zo gebonden is jullie dat het wel gaat lukken? Nou, dat gaan we zien de komende tijd. Maar wij willen hem uiteraard behouden voor onze ploeg. Ja, wat je net vroeg, Cindy, ja, zal die blijven bij Lotto Jumbo? Wat je een beetje merkt bij wielrenners die het goed doen. Ja, die willen natuurlijk ook hun vleugels uit gaan slaan en elders gaan kijken. En je kunt je voorstellen, als je elders meer kan verdienen, met een betere ploeg kan gaan rijden. Lotto Jumbo is natuurlijk een goede ploeg, maar niet de Europese of wereldtop, maar gewoon een mooie middenmotor. Ja, als je die stap kan maken naar een echte subtopper of naar een topper, en als je ook meer geld elders kan verdienen, ben je stom als je het niet doet. Dus ik denk dat Kruiswijk wel een mooie klapper kan gaan maken. Nou, voor hem ja, toch wel vierde plek. Hè. Uiteindelijk prima Giro d'Italia. We gaan het allemaal zien en we houden het in de gaten. Dankjewel Joost vanuit Amsterdam.